Ik had het met mevrouw Bonus al over het conflict in Syrië. Het kan zijn dat er een doorbraak komt, niemand in deze zaal weet het. Ja. En dat er toch een internationale missie komt en Nederland wordt gevraagd om op een manier deel te nemen. Ja. Goed idee of niet? Dat kunnen wij pas beoordelen als de situatie daar is. Als wij weten wat op dat moment de omstandigheden zijn. Ja. Als wij weten wat er op dat moment van ons gevraagd zou gaan worden. Ja, dan kunnen we dat beoordelen en niet eerder. Dat begrijp ik. Maar ik stel u de vraag ook omdat het zou kunnen zijn dat Israël ook sterk aandringt om daar in te grijpen. En uw partij is nogal pro-Israël. Dus ik kan me voorstellen dat u dan overweegt om wel te helpen. Ja, we zijn wel pro-Israël, maar we zijn wel de partij die de Nederlandse belangen wil behartigen. En dat betekent dat we ook in die situatie dat Israël dat graag van ons vraagt, we uiteindelijk toch moeten gaan kijken en afwegen, is het Nederlandse belang hiermee gediend? Ja. Wat kunnen we? Kunnen we het betalen? Wat zijn de risico's? Dat ga ik echt pas, ook als Israël het vraagt, op dat moment afwegen. Okay. Meneer Knops, het CDA zegt niet meer bezuinigen op defensie. Nou zegt de heer De Roon, we moeten ook minder ambitieus zijn met het defensieapparaat. En een van de kritieken die ook specialisten op het huidige defensieapparaat geven is, het is nu eigenlijk al net te weinig budget voor alle ambities die het heeft. Zou je het budget gelijk moeten houden en toch ook de ambities iets moeten inslinken, zodat ze toch wat lekkerder in hun jasje zitten? Ja, kijk, als je naar het verhaal in 2 minuten van Kokelijn luistert, dan zou ik zeggen, dan weet je eigenlijk in een snapshot hoe de wereld eruit ziet. En dan zou het laatste moeten zijn wat je doet, dat je dan gaat bezuinigen op defensie. En natuurlijk, er is al heel veel bezuinigd op defensie, maar we zitten in een financiële en economische crisis. En dat is ook de reden dat het afgelopen kabinet bezuinigd en ook weer opnieuw geïnvesteerd heeft, maar per saldo bezuinigd heeft op defensie. En wij zeggen nu, het is genoeg. Je moet gewoon bereid zijn, ten principale, om geld over te hebben voor je eigen en andermans veiligheid. Nogmaals, omdat het nationale belang, waar het PVV-programma van doordrenkt is, gewoon in het buitenland ligt. Ons eigen belang ligt in het buitenland, bij een stabiel buitenland. En om op voorhand te zeggen van we gaan die defensiemarkt zo inkrimpen dat het alleen nog maar een legertje is wat je vrijwel nergens meer voor kunt inzetten. Mm-hmm. Dat je dat op voorhand zegt, dat is ook een visie blijkbaar. Dan hoef je de vraag niet eens meer te stellen van kan ik of wil ik ergens ingezet worden, want dat gaat dan helemaal niet meer. Dus we hebben nu al de grens bereikt van een krijgsmacht die inderdaad langdurig niet meer in staat is om op verschillende momenten op te treden. Wel korte termijn nog en voor korte periodes. En daarmee zeggen wij ook van nu niet meer op defensie bezuinigen. Want de grens is echt bereikt. Dat is wel wat het CDA voor zich ziet, dat we ook op defensie nog meer gaan samenwerken met bijvoorbeeld Europese partners? Ja, maar wel niet in de volgorde dat we eerst 1 miljard gaan afboeken zoals PvdA en SP 1,6 miljard doen en daarna roepen we gaan Europees. Nee, eerst Europees regelen en als je daar efficiëntie mee bereikt, dan zou je dat kunnen inboeken. Dat zou een politieke keuze kunnen zijn. Maar door dat op voorhand te doen, laat je gewoon de verdenking op je dat het een ordinaire bezuinigingsoperatie is en dat er geen enkele visie achter zit. Ja, dat lijkt me dan toch lastig, meneer De Roon. Dat je dan opnieuw een knelpunt hebt waarin het prettig zou zijn om samen te werken met Europa, om misschien ook wel uiteindelijk op langere termijn uw bezuinigingsoperatie te kunnen bewerkstelligen. Maar dat kan weer niet, want u wilt niet samenwerken met Europa. Nou, dat ziet u toch niet goed, want we willen wel degelijk samenwerken met landen in Europa en trouwens ook met landen daarbuiten. Oké, ook op defensie? En dat betekent dat je ook op defensieterrein heel goed kunt samenwerken. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de manier waarop Nederlandse marine samenwerkt met België op het punt van de mijnenvegers, dan zeg ik dat is perfect. Dat moeten we zo houden. Dat wordt in het algemeen ook zo beoordeeld. Maar dat is nog geen samenwerking in Europese zin. Dat betekent dus dat we niet daarmee onze bevoegdheden aan Straatsburg en Brussel hebben overgedragen. Nee, okay. Want dat is wat we nou juist niet willen. Dus, we moeten gewoon samenwerken met landen die daarvoor in aanmerking komen. Bijvoorbeeld ook met Duitsland. Maar niet in het vehikel wat de Europese Unie heeft. Niet in het vehikel Europese Unie. Nee. Wel in het vehikel NAVO. Dat is de hoeksteen van ons defensiebeleid. En dat moet vooral ook zo blijven. En die Europese samenwerking, zeg ik u, trouwens de brochure Rijk achter de dijken. Daar staat dat ook heel duidelijk in. Die Europese defensiemacht, die Europese defensiesamenwerking, die komt er niet, want die grote landen willen dat niet. Nee, Frankrijk en Engeland voorop. En als je kijkt naar de samenwerking. Dit zijn holle woorden van De Roon. Kijk, het is allemaal leuk. Het zegt NAVO hoeksteen van de samenleving. Dat is gezin hoeksteen van de samenleving. NAVO hoeksteen van de veiligheid. Die zit diep bij jullie, hè? Ja, hij zit er heel goed in. Hij zit er heel goed in. Maar als je dat dan zegt, dan moet je ook meedoen aan die operaties die daar doen. Dan moet je ook een volwaardig lid zijn van de NAVO. Dan moet je niet telkens als de NAVO vraagt om ingezet te worden nee zeggen. Ja. En er is nog wat anders. De PVV riep 2 jaar geleden overigens al dat we Iran moesten aanvallen en bombarderen. Dat is de heer De Roon blijkbaar vergeten. Maar dat was nog zonder enig voorbehoud, riep Wilders dat we dat moesten doen. Ja, ik weet niet of dat nog steeds actueel is. Maar als het gaat om die inzet van die marine, die wij ook heel belangrijk vinden, die kamerbreed heel belangrijk wordt gevonden. Hoe kun je dan tegen een Europese operatie zijn Atalanta, die veel verdergaande mandaat heeft, precies hoe de wereld, ook op het strand aangrijpen,
en voor een NAVO-operatie. Dus we zijn tegen die Europese operatie die eigenlijk veel verder gaat en precies doet wat de PVV wil. En dan ga je daar tegen, omdat er maar één... Ter bescherming van de koopvaardij. Ja, precies, omdat dan het woord Europa erin voorkomt, omdat het Europese landen zijn. Overigens, die Europese landen werken natuurlijk in de NAVO ook samen. Dus het is natuurlijk allemaal schijnheilig door te roepen van niet in Europees verband, wel in NAVO. Het zijn gewoon dezelfde landen waar we samenwerken. Dus ik vind het echt een verhaal wat gewoon kant nog wal, om maar in marine termen te spreken, raakt. Hoor en wederhoor. Ja. Dezelfde kwalificatie heb ik natuurlijk over het verhaal van de heer Knops. Ja, dat had ik wel goed. Want mijn fractievoorzitter heeft nooit gezegd, laten we Iran en Teheran maar gaan bombarderen. Geweld plegen vinden wij sowieso een uiterste middel. Daar zijn we nog helemaal niet aan toe. U ook heeft niet opgeroepen tot cynisch schot bij voetbalwedstrijden. U moet dus mij ook even door laten praten nu. Dat heb ik u ook laten doen. U moet niet ontkennen wat u gezegd heeft. Ik ontken dat mijn fractievoorzitter heeft gezegd wat u hem in de mond heeft gelegd. Dat heeft hij niet gezegd. En het is van belang dat we erop letten dat als het gaat om samenwerking, dat we dat doen binnen de NAVO en niet binnen de Europese Unie. Wij willen die Europese Unie niet als een superstaat straks boven ons hebben. En defensiesamenwerking binnen de Europese Unie is een van de bouwstenen op weg naar die Europese superstaat. En daarom willen we dat niet. Daarom wil ik dat niet, maar tegelijkertijd, en een korte reactie zegt de heer Knops, maar dat Europese project ter bescherming van die koopvaardijschepen is verstrekkender dan het NAVO-project. En dat is toch eigenlijk in het Nederlands belang van onze koopvaardijschepen. Is dat dan geen goed idee? En daarom moet dat NAVO-project ook hetzelfde kunnen gaan doen. Wat Nederland betreft zou dat gewoon moeten kunnen. Ja. Daar moeten we voor gaan. En dat betekent dat we onze defensie-inspanningen tegen de piraterij, die moeten we vooral blijven volhouden. Daar is onze marine ook heel goed toe in staat. En dat moet gewoon binnen de NAVO gebeuren. Ja, laatste reactie, de heer Knops, en dan vraag ik ook de andere vier erbij. Wat ik al eerder zei, als het woord Europa valt, dan schieten wij de PVV in de kramp. Maar het gaat natuurlijk, het is een coalition of the willing. Operatie Atalanta, niet alle Europese landen doen daar aan mee. Nederland zou er aan mee kunnen doen. En waarom doen wij daar aan mee? Niet omdat het een Europese operatie is, maar omdat een aantal landen zijn die gemeenschappelijke belangen hebben buiten onze eigen landsgrenzen. En dat doen wij op basis van dat mandaat, dat geweldspectrum en die rules of engagement die daar zijn, doen wij mee. Omdat we daarin geloven. Ja. En niet omdat het een plan of een project van de Europese Unie is of van de NAVO. Dus nadenken over defensie, uiteindelijk tot het budgettaire, maar dat moet veel meer beginnen bij visie over hoe wil ik nou defensie inzetten in het buitenlands beleid. Ja, en als je het partijprogramma van de PVV leest en je leest dan over eigen belang, er is niks mis met eigen belang. Maar eigen belang alleen bestaat niet. Het is ook altijd belang van anderen. En als je dingen samen doet, en zeker bedreigingen die ons allemaal raken, en zeker een land als Nederland, en dan moet je samen optrekken. Het is ridicuul om te denken dat Nederland alleen, of alleen binnen de NAVO, dat zou kunnen doen. Volgens mij gaat het om meer. En volgens mij hebben we gewoon een groot probleem in Nederland, en ook breder. En dat noem ik dan maar een beetje de vloek van Fukuyama, want de muur viel, dat was prachtig. Het einde van de geschiedenis verscheen als boek. En de term vredesdividend kwam op. Dat hebben we inmiddels al 6 keer gecashed. Inmiddels, zoals ook Coco Lijn aangaf, bleek het einde, de geschiedenis nog lang niet aan einde. Is de wereld nog steeds niet vanzelfsprekend veilig. Alleen dat memo hebben we als politiek nooit erachter genomen. Mm-hmm. En we hebben zelfs nog een tijd gehad dat we bij de VN blauwe helmen alleen maar bewapend met een scherpe zakdoek op pad stuurden. We hebben ons ambitieniveau al 3 keer naar beneden bijgesteld en dat moet echt een keer afgelopen zijn. Dus wordt in ieder geval niet meer bezuinigd? Dat lijkt me, dat kun je nu niet gaan doen. Je moet de vorige bezuiniging nog verwerken. Ja. En je kunt daar niet nieuwe op gaan stapelen. Dat lijkt me buitengewoon onverstandig. En mijn eerdere vraag over het ambitieniveau, omdat specialisten zeggen het ambitieniveau is eigenlijk nog net te breed voor het geld wat we nu hebben. Zouden we dat dan binnen het huidige budget toch iets moeten terugschroeven? Ja, nou, we hebben het ambitieniveau al naar beneden bijgesteld. Mm-hmm. Dus het is niet zo dat dat een oplossing is. Dat is echt een beetje een ambtelijke, dat is een boekhoudkundige oplossing. Dat je zegt, nou ja, het is eigenlijk te moeilijk deze ambitie te halen met dit geld. Nou, dan kunnen we of het geld bijplussen of zo laten, of het ambitieniveau naar beneden bijstellen. Wat u betreft, maar ik denk niet dat allebei gelijk. En ik denk niet dat het indruk wekt naar alle bedreigingen die Nederland ook, waar wij voor staan. En ook nieuwe opkomende bedreigingen die nog erger zijn om te verkopen als politicus, omdat mensen ze niet zien. Cyber warfare, het zien mensen niet eens. Ik denk niet dat mensen die bedreigingen vormen onder de indruk raken als wij zeggen, we hebben ons ambitieniveau naar beneden gesteld, val ons alsjeblieft wat minder aan. Dat gaat zo natuurlijk niet werken. Dus die veiligheid wordt niet beter in de wereld als wij ons ambitieniveau naar beneden bijstellen.